Hoe is dat nou? Twee keer fietsen op een dag. Het is, het is nog niet helemaal donker. Het lijkt misschien heel donker op de video, maar het valt eigenlijk nog wel mee. Ik hoop dat je mij een klein beetje kunt zien. Ik heb vanmorgen 100 kilometer gefietst. 101 om precies te zijn, met de groep. Gewoon om 9 uur vertrokken, gewoon eigenlijk de standaard fietsgroep. Was heel erg leuk. Hard gereden, want ik had gewoon gedacht van rondje rijden, 12 uur thuis en dan de andere dingen doen. Maar wat wilde het toeval nou? Het was 8:30 en er komt een vriend langs op de fiets, die had net gefietst. Dus hij zat goed en wel. Ik had hem drinken en eten. En ik zeg, zal nog een rondje gaan? Hij zegt, ja, is goed. Dus ik heb een andere fietsen nu gepakt, want de andere lag in de was. En we zijn nog een rondje gaan fietsen. En wat is er nu? Op zich ging het best goed. Ik heb één fout, ik had helemaal geen eten bij. Ik had eigenlijk nog veel te weinig gegeten. Dus wel een beetje honger nu. Een beetje veel. Maar voor de rest, voor de spieren is goed. Voor de training is het ook super natuurlijk. Twee keer trainen op een dag. Als je echt vooruit wil gaan, net zo hardlopen. Eigenlijk met alle sporten. Twee keer trainen op een dag is echt, dat is echt de sleutel tot echt beter worden. Dat is nou totaal niet de reden dat ik begin. Hij kwam gewoon langs en ik zei het eigenlijk voor de grap. Het is echt super mooi weer. Het is gewoon midden zomer. Het is echt hele korte nu nog in. Het is totaal niet koud. Terwijl het gewoon volgens mij 10:30 of zo. Nee, of half. Ja, laat het ongeveer 10:00 zijn. Het is nou echt gewoon goed schemerig. Ik zou officieel een lampje moeten hebben, maar dat hadden we natuurlijk ook vergeten. Vergeten om het vuur te doen. Maar het kan eigenlijk nog net. Ik ben nu thuis. En, twee keer trainen is echt het beste om sneller beter te worden. En vooral natuurlijk als je dat een paar keer per week doet. Het is natuurlijk praktisch moeilijk in te plannen. Maar als het lukt, ja, dan rij je dus de klinkers uit de straat binnen een korte keren. En dat was nu niet de reden. Maar het is natuurlijk wel op zich grappig meegenomen. Dus dat. Neem het als tip mee. Echt, ik bedoel, intervaltrainen is goed om sneller te worden. Vaker fietsen, maar twee keer op een dag. Ja, echt. Ik heb het met hardlopen ook gemerkt. Dan word je zo snel beter. Bedankt. En tot een volgende video. En als je er iets aan hebt gehad, klik even op het duimpje.